Wij zijn dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dit is Eddy. En wat doen we? Vooral dieren opvangen. Zo goed mogelijk herplaatsen. Goed verzorgen voordat ze herplaatst worden. Vooral wij hebben hier honden en katten. Bij binnenkomst hebben we altijd even een assessment. Wat hebben ze nodig? Ze gaan naar de dierenarts. Dan worden ze nagekeken. Ze worden ingeënt. Alle medische zorg krijgen ze. Alle andere zorg die ze nodig hebben ook. Eten, drinken, lekker uit, lekker spelen, lekker knuffelen. Dat is wat we eigenlijk vooral doen. Ik denk heel belangrijk. Vooral omdat er momenteel best veel mensen tegen problemen aanlopen. Omdat ze, dat is de grootste reden om dier af te staan. Omdat ze financieel gewoon het niet meer aankunnen. Dus door het werk wat wij doen kunnen we heel veel mensen helpen die problemen ervaren daardoor. En we kunnen heel veel dieren helpen om weer op een goede manier terecht te komen. Dit is Sergio. Die naam had hij al. Hij is afgestaan bij ons, want dat ging niet goed samen met de andere honden in huis. Maar andere namen bedenken we zelf. Dat maken we zo leuk mogelijk. Zo aantrekkelijk mogelijk. We hebben ook Taco Bell, Big Mac. Verzint het zo gek meer niet. En we hebben ze. Door ons, maar ook zoals Sergio en nog een paar anderen, doet hij mee aan het Dutch Elders programma. Dat hij 2 keer per week opgehaald wordt en naar een inrichting mag. En daar gaat trainen met gevangenen. En dat vindt hij ontzettend leuk. Hij mag nu voor de 2e keer al meedoen helaas. Want hij er nog steeds zit, en vriend. Niet alle honden zijn geschikt voor de Dutch Sheldogs. Maar vooral een beetje die wat makkelijker zijn in omgang. Maar wel die wat langer aanwezig zijn in het asiel. Dus niet die heel snel weg zijn. Want ze moeten hier wel 8 weken blijven voor de training te voltooien. Dan kunnen mensen het beste een mailtje sturen naar ons. En dan kijken we even, past hun plaatje met wat hun hebben. Met zoveel mogelijk informatie over hunzelf. Over hun leefsituatie, werken ze veel, hoeveel tijd hebben ze voor de hond. En dan kijken wij, past dat bij het plaatje van bijvoorbeeld Sergio? En als we denken, ja, dat zou kunnen, dan bellen we ze op en vragen van, goh, kom ik hier kennis maken, plan een afspraak in. En als dat alles goed gaat, dan gaat heel soms de hond gelijk mee. Maar meestal zeggen we, slaap er een nachtje over. De enige keer dat je in moet grijpen is als een kat gewond is, dat je duidelijk ziet dat er iets aan de hand is. Of als het een hond is en je ziet nergens een eigenaar. Dan kun je ingrijpen. En dan ga je proberen om op een zachte manier het dier naar je toe te krijgen. Op het moment dat je gaat vangen en dat je erachteraan gaat rennen, is dat beest alleen maar bang. Zo rustig mogelijk blijven. De dierenambulance kun je bellen. En als je nou denkt dat er echt iets vreselijks aan de hand is, dus dat een dier gedumpt is, dan kun je de dierenambulance bellen, je kunt ons bellen. De dierenambulance is 0900 112 4x0. Wij zijn bereikbaar op 088 3437 130. En anders kun je altijd de dierenpolitie bellen. Die is 24/7 bereikbaar op 144. Nou, een groot deel bestellen we. De standaard brokken die we altijd nodig hebben, die bestellen we. Maar voor de rest zijn we helemaal afhankelijk van giften van de donateurs die... Ja, heel vaak of wat geld we doneren. Of zoals hierachter zichtbaar is. Natvoer eigenlijk voor hond en kat is altijd, alle merken, alles is altijd welkom. Met gemiddeld 30 honden kom je al heel snel aan het einde van je voorraad. En het is zelfs zo dat wat wij hier op het asiel niet kunnen gebruiken, dat gaat dan naar de dierenvoedselbank. Dus het komt altijd goed. Nou, lieve mensen, mochten jullie nog handdoeken, dekens, dekbedden hebben, over hebben, je ziet het. Wij zijn er blij mee, we gebruiken het heel veel. Dus kom brengen naar onze opvang alsjeblieft. Vanaf de lente hebben we het vooral druk met de katten. Veel aangereden katten, veel zwangere poezen en heel veel kittens. Eigenlijk altijd op de website van de dierenbescherming. Als ze echt op zoek zijn naar een dier, dan staat dat op de website van de dierenbescherming, maar ikzoekbaas.nl. Onze Facebook. Er is altijd allerlei mogelijkheden om meer info in te winnen. Maar ze kunnen ook altijd even bellen of langskomen. Op 1 april, geen grap, is er echt een open dag. En daar gaan we hopen daar een feestje van te kunnen maken. Dat mensen erop letten dat ze het dier laten chippen. En als ze hem dan hebben gechipt, hebben laten chippen, dan de registratie goed op orde brengen. Want we krijgen heel veel zwerfdieren en dan vooral de katten.
krijgen we binnen dat ze niet gechipt zijn. Of wel gechipt en niet geregistreerd. En dat is wel een probleem, want dan kunnen wij geen eigenaar traceren.